zou hier een aasvisje zijn. Dat zou ik echt wel wegwezen hier zo, toch? Lijkt me niet echt de plek om hier rond te hangen. Nee. Kijk. Jeetje, wat zie je dat er nog een? Zo, je ziet gewoon niet binnen. Ja, hij heeft hem. Ja, hij heeft hem. Hangen. Ja. Oh, netjes. Okay. Wij hebben echt taaie dagen meegemaakt. Maar dit is wel weer even lekker de aantallen. Ladies and gentlemen, we got him. Yo mensen, welkom bij een nieuwe roofvisvideo op Roofmeister. We gaan vandaag vissen met Tom Prust van UFX, Ultimate Fishing Experience. Dat is een groepje visgidsen waarvan Tom onderdeel is. We gaan werpen op snoek in de Biesbos. Het is vroeg, de natuur ontwaakt. Wij hebben er zin in. Let's go! Tom, lekker fris nog? Kun je wel zeggen, ja. Handschoentjes aan? Ja, tijdens het varen wel. Hey, bedankt voor de uitnodiging. We hebben er zin in. Hey, en vertel eens wat over UFX. Wat is dat precies? UFX is eigenlijk een samenwerkingsverband van individuele visgidsen. En we hebben onze krachten gebundeld om enerzijds van elkaar te leren. Ja. En anderzijds om onze marketinginspanningen eigenlijk te bundelen. Ja. We zijn nu met vier gidsen. Verspreid over het land. Verspreid over heel Nederland eigenlijk. Tof, ja. Tof man. Ja. En vandaag, wat gaan we doen? We gaan vandaag hier in de Biesbos snoeken. Het is vrij taai geweest de laatste dagen, dus we gaan alles inzetten. Alles inzetten? Ja, we gaan dode voor- en achter de boot gooien. We gaan sets in de luiskoop hangen en we gaan onze schouders uit de kom gooien. Vooral veel werpen heb ik begrepen. Ja, ja. Okay. Gewoon echt kijken waar reageert de vis het beste op. Ja. En dan zou het goed moeten komen. Okay. Ja. Ik heb er zin in. Mooi zo. Naar de eerste stek toe. Ik kan niet wachten. Eén dooie voor en erachter. Ja, die zit aan de dobber. Die zit aan de dobber en die. Ja. Die ligt nou op de grond, maar we gaan dak varen, dus dan. Ja. Die wappert gewoon achter de boot aan. Heb je daar nog veel kans op? In deze tijd van het jaar? De ene dag wel, de andere dag niet. Oké. Okay. Ja, gisteren hadden we er bijvoorbeeld twee goede aanbeten op. Allebei weten te missen. Maar dat komt ook, we zijn aan het varen, dus op een gegeven moment begint die slip wat te ratelen. En soms ben je dan gewoon al te laat. Okay. Dus ook we zitten er niet, omdat we aan het werpen zijn, zitten er ook niet de hele tijd op te letten. Dat scheelt een beetje. Ja. En dan heb je nog een hengel voor in de koon van de livescope. Ja, deze gaan we in de livescope leggen. En die laten we gewoon hier naast de boot liggen. We gaan varen. En als het goed is, zien we er op een gegeven moment wel vis achter komen. En ik zou zeggen, begin met wat groters en begin ik met wat kleiners. En als je op een gegeven moment zegt, ik ben dat grote zat, ik wil graag met een chatterbait of zo, gaan we het ook even proberen. Okay. Gewoon een beetje variëren, kijken wat. Kijken waar ze zin in hebben. Ja, wat wil. Ja, wat mooi om in de Biesbos te zijn. Het is toch wel het allermooiste en misschien ook wel het allergrootste natuurgebied van Nederland. Het is ook bijzonder om te zien dat, dan denk je op zo'n klein water, kun je lekker stil liggen met de boot, maar er staat gewoon, kan echt onwijs veel stroming staan van de getijden. En we vissen nu zo'n kreekje af. Ik vind het altijd wel mooi van die korte worpjes. Lekker veel controle over het kunsthaas. Het water is een klein beetje troebel, maar in mijn ogen wel een mooi snoekkleurtje. Gewoon wachten op de eerste aanbeet. Kijk. Ja, nou. Is dit nou echt de broedkamer voor heel veel roofvis, de Biesbos? Ja. Ja, met name voor snoek. Snoekbaars treft hier toch
beduidend minder aan. Ja. Het ligt echt meer op de... Op ja, die zoeken die harde bodems. Dat ja. is volgens ja. mij ook echt de zachte bodem. Ja. Eerst een beetje, heel voorzichtig. Kijk of hij nog een keer wil. Sowieso geen haakgevoel. Oeh! Ja. Shit. Ja, hij heeft hem. Ja. Hij heeft hem. Hangen. Ah, oh, shit. Kut. Hart in de keel. Ik zag een plons achter. Ik laat mijn shit even hangen. Ik dacht, oké, dat is over en uit. En toen pakte hij hem alsnog. Ja. Nou, veel actie op deze stek. En nu hebben we dus een aanbeet op de dobber. Ik ben benieuwd. De dobber is onzichtbaar inmiddels. Dat is natuurlijk altijd een goed teken bij een dobber. Hij laat hem heel even doorbijten, denk ik. Spanning erop. En hoppatee. Lekker, man. Heb je het net nodig? Ja. Of gewoon met hand? Kijk hoe die gehaakt zit. Eerst even zien hoe groot hij is. Het is geen monster, maar het is er wel één. Nou, hopelijk blijft deze wel hangen. Een prachtig visje vanuit de biesbos. Ja, en nog vol met parasieten. Ah ja, wat je zei, ja. Ja. Ja, ze komen echt van de grond. Van de grond, dus ze liggen gewoon op de grond en komen dan halen. Wat een actie, joh, op dit stukje. Ja, zoals voorspeld. Ja, we zien op die livescope natuurlijk veel signalen. Ja. Ik heb natuurlijk een vis gemist. Ja. En dan nu eentje op de vorm. Ja, oh, wat kick. Lekker, man. Gaaf, hè? Zo, dat was tof. Dat ging bijna helemaal mis. Allemaal goed gekomen. Ja, pelagisch. Pelagisch. Maar dan anders. Pelagisch, man. Dat is wel een... Dat is een strijdertje. Gehavend visje. Is dat door het paaigedrag of? Of is hij gewoon een keer geraakt door een schroef of wat? Ja, normaal zou ik zeggen... Ik denk paaigedrag, maar... Die zat er even een tijdje bij en opeens besloot hij toch maar... Ja, dat zie je niet zo vaak. Meestal als ze er zo achter gaan hangen, dan krijg je ze niet, blijven ze wel eromheen cirkelen. Ja, maar dit is wel het mooiste om te zien. Ja. Tof, man. Ja, mensen echt genieten in die biesbos. Echt een prachtige omgeving. We hebben de drone net de lucht in gegooid. En het is echt gewoon één groot natuurgebied. On-Nederland, zou je bijna zeggen. Dat zei Bo net ook. En... Qua visserij hebben we ook echt nog niks geklagen. Een mooi stukje hier, een soort baaitje waar we veel actie hebben gehad. Nu was het even stil, dus we gaan op zoek naar een volgende stek. Tom, is dat getijden nu van invloed op de snoekvisserij? In zoverre dat je hier dagelijks wel een verschil hebt van ongeveer, wat is het, 40, 50 centimeter. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik echt een verschil merk in dat opgaand of afgaand tij, dat het nou echt... Voor snoek maakt het niet zo heel veel uit? Nee. Voor snoekbaars wel, denk ik. Ja, bij snoekbaars ook opgaand, afgaand tij... het is vooral de hoeveelheidstroming. Ja. Hoe meer, des te beter. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja? Oké, Tom, hier zat die dobber weer ondergaan. Wil jij hem pakken? Nee. Jij mag ze vangen. Jij bent de hoofdrolspeler. Ook al zou ik heel graag deze vis ook willen vangen. Op deze hengel leg je dan... Oeh, daar gaat hij. Ja. Oh, netjes. Ja.
Wat een mooie drill altijd dan, hè. Je laat hem heel even doorbijten altijd. Ja, kom op 8. Ja, toch op dode aas nog. Ja. Wat zijn ze mooi. Mooie gezonde vis van het, vanuit vis. De biesbos. Ja. Wat denk je, mannetje? Ik weet het niet. Het gaat mooi in het velletje in ieder geval. Ja. De redelijke kop erop zitten. Dus ik denk altijd dat die mannetjes wat net wat kleinere kopjes hebben dan, dan de vrouwtjes. Maar... Ja. Echt beter doen niet. Ja. Oké, de teller staat nu 2 op dood aas. 1 op de shed, soort van pelagisch. En een aanbeetwerpend. En een aanbeetwerpend, ja. En we zijn nog maar 2 uurtjes verder. Gaat lekker zo, toch? Er kan nog meer bij. Hè? Lekker, man. Ja, dus even zoeken waar ze het werpend op willen hebben. Ik heb nu een salmon perch aanhangen. Die gaat iets dieper. Fel kleurtje, het water is wat troebel. Kijken of ze hier wel op willen klappen. Jeetje, wat zie je dat groen? Nog één? Nee, dat is troep. Zo, je ziet gewoon die vinnen. Nee joh. Jezus, wat is dat lijp zeg. Hij zit er nog steeds. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Zie je? Als je weg. Wat is dat lijp om te zien. Ja, je ziet gewoon het hele silhouet van de snoek met buikvin. Ja, dat geeft wel een extra dimensie aan dit vissen. Ja, want... Ja. Niet alleen maak je gewoon een goede kans om zo'n vis te vangen, maar het is ook gewoon lekker als je staat te werpen. Dat zegt Tom net. En je maakt een drift zonder lijfscope. Zou je kunnen denken van oké, we hebben helemaal niks gezien, dus oké, volgende stek. Maar nu hebben we echt al iets van op deze drift, iets van 8 vissen gezien. Waardoor je een soort vertrouwen in je kop hebt zitten van oké, blijven werpen, blijven werpen. Hij klapt er zelf wel een keer op. Maar bijzonder hoe gedetailleerd deze informatie is. Niet te geloven. Vergeet bijna te werpen. Nieuw stekje, Tom? Ja, dit is ook weer zo'n kommetje waar toch wel vaak wat snoek in ligt. Het is daar aan de linkerkant van de boter is het net ietsje dieper. Hier aan de rechterkant heb je een ondieper plateautje. Scheelt misschien maar een half metertje, maar hier omdat, omdat het dan hier wat warmer wordt, lijken ze zich daar toch vaak rondom te verzamelen. Oké. En je hebt hier van 2 kanten komt er water bij, waardoor er een mooi trek op staat. Ze staan alleen niet echt aan, die snoeken. Nee, je hebt staan, net weer een hele een staarthapper, ja. Letterlijk en figuurlijk. Heel de schoep eraf gebeten. Ja. Heel je voelde hard. Bijna niks. Nee. Moet je nagaan hoe voorzichtig ze zijn nu. Lekker bootje. Zo. Wil jij hem even op de foto, Sjoerd? Nee, hoeft niet. Daar is hij. Kijk eens even. Hij kwam van de bodem, dat sowieso, want het, ik gooide in. En tijdens het zakken, ik hoefde hem niet eens binnen te halen. En toen hing die. Dus we hebben er nu eentje, of 2 op dood aas. We hebben er eentje op de pelagische hengel. En nu eentje werpend. Op een heel klein shedje. De grote kunstaas willen ze niet hebben vandaag. Dat is denk ik wel duidelijk, toch? Nee, op die kleine shed hebben we toch al... Ja. Dat is opvallend, hè? Ja. Absoluut. Ja, Bo, you did it again. Ja, dat wel, dat wel. Want dit is weer tekenend. Het is geen unicum. Woehoe. Ja, dat is toch niet normaal? Dat die kleine setjes, dat er terug is nu. Ik had hem er wel aangedaan, hè Bo, dat kleine setje. Ja, heel goed, heel goed. Dank mag wel even gezegd worden. Nee. Lekker voor je. Ja, je zei net nog, net voordat ik begon met vissen, zei ja, ik hoop echt niet dat jij nou een vis vangt. Nou wel, hè Bo. Nee, het is nee, hier nee, weer nee. Jij hebt het ook gehoord, hè? Hij zei het. Ja. Oh, jullie gaan een bondgenootschap sluiten. Ja, wij vangen tenminste gewoon vis. Dat is van je. Ga nou maar vissen. Bootje, wat ben je weer aan het doen, jongen? Schaam je diep, jongen. Ja, het wordt tijd dat jij weer gaat vissen, Sjoerd. Jij zit nu... Ja, ik krijg die hengel niet meer terug. ...veel te veel naar die livescope te kijken. En... Volgende. Weer op het kleine setje. Gewoon jiggend binnen vissen.
Maar nou ja, de truc is in ieder geval heel klein kunstaas. Dat sowieso. Dus ik denk dat ik de hengel weer even een Sjoerd ga geven. Die moet nog een visje vangen. Wil je me vasthouden, Sjoerd? Nee hoor. Nee? Nee. Foto? Dit doet pijn, hè, allemaal. Ja. Ja, zelfs ik, dames en heren. Ietsjes groter dan die van Bo. Dat vind ik toch wel leuk om te zeggen. Ja, die zit prima gehaakt, als het goed is. Het zijn echt allemaal mannetjes. Maar Tom, het lijkt alsof de dinnerbel onder water is gegaan. Ja, dit tempo dan. En hij is los. Kunnen we de dubbele cijfers nog halen? Hè? Tellen we hem of niet? Nee. Hoezo niet? Nee, dan moet je niet zo eigenwijs zijn. Ja, maar je zou net, joh, even serieus. Nee. Niet boos worden. Eindelijk vis voor beljaars. Tenminste, er moet altijd weer wat fout gaan. En deze schoot los. Dat is ook geen joekel. Kijk, als dit de enige vis was geweest, hadden we die zeker even met het net gepakt. Oeh, zie. Kijk op de lijstkoop. Oh. Ja, ik heb er hier een. Nou nee, dat is geen vis. Wat een chaos. Shit, nou ben je ook kwijt. Je zat vast met die andere. Ja. Ja. Het is echt ongelooflijk wat een actie. En wat een vis hier. We zien het op de lijfscoop, maar ik krijg ook meerdere aanweten. En vooralsnog is het echt één keer goed gehaakt. Tenminste, die schiet voor de boot los. En die anderen hebben hem waarschijnlijk hier gepakt en die trekken dan die shed eraf. Dus ik kreeg hem zo terug. Dat is zeker nog de moeite waard om hier nog even een paar worpen te maken. Maar we krijgen ondertussen een soepje van Tom, de visgids. Hij zorgt goed voor ons. Ja, en dan gaan we de balans opmaken, Tom. De tussenbalans. De tussenbalans. Ja, ik denk niet verkeerd. Nee, zeker niet. Nee. Er ligt genoeg vis. Wij hebben echt taaie dagen meegemaakt. Maar dit is wel weer even lekker de aantallen. Sowieso qua actie. Dus echt ja, de actie is goed. We zitten op een aanbeet of 12 of zo. Ja, we missen er net iets te veel, helaas. Ja. Die aanbeten zijn ook helemaal niet zo hard. Net ook. Ja. Het is niet echt die beuk op je hengel van kan, bijvoorbeeld van een snoekbuis. Ja, kan toch soms wel zijn. Wel? Ja, dat ze hem echt bijna uit je handen trekken. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, en wat soms mooi is dat je die lijn dan ziet wegschieten. Ja. Ja, dat zijn de mooiste. Even van mijn soepje genieten. Ja, ik kreeg net nog een valse aanbeet. Een valse, een losse. En toch maar het netje inderdaad. En deze zag je echt duidelijk dat hij gelijk wilde ook. Ja. Ik zag hem eigenlijk zo half achter die set hangen. Dus toen ik één keer die set optrok, toen... Gelijk een uitval. Ja, meteen. Mooier ook, of niet? Ja, iets mooier, ja. Ik krijg een lekker harde dreun. Die had ik even nodig. Die hadden we allemaal even nodig, het was een beetje stil. En dit is gewoon een iets mooiere vis. Dit keer wel het netje. Sjoerd gaat niet eigenwijs doen. Ladies and gentlemen, we got him. Woehoe! Heel stoer die uitgekregen. Sowieso een zieke aanbeet. Heerlijke dreun op die hengel. Slanke vis. Schaakke mannetje. Hij wil die set hebben. Maar wat bijzonder dat die vissen echt vandaag gefixeerd zijn op het kleinere kunstzaad. Tering! Die is groot! Zou die de 50 halen? Wat is je PR? 51. 51. Gaat die niet redden, denk ik hoor. Dat is niet redden. Nee. Maar hij is wel heel dik prachtig. Ook hoor. Zo.
was ook echt een aanbeet. Ik dacht dat het gewoon een snoek was, want het was best wel hard. Dat was echt een harde aanbeet. Super tof. Ik had deze ook niet verwacht. Jij ook niet? Nou, ik vang hier wel eens iets subtiel. Ja. Wel vaak dit stuk. Cool man. Oké, okay, meet hem op. Even meten. 48. Ja, ja. Hoe je kijken. Cool hè? Zieke vis. Nee, jongens. Ja, beet? Nou, ik ga deze snel terugzetten, want dan... Ja, en dan is het even stil. En opeens willen ze. Hoppatee. Op de dode voren. Dubbele cijfers volgens mij, of niet? Ja, dit is de 10. Dit is de nummer 10. Wat een dag, Tom. Lekker, hè? Dit hadden we niet kunnen dromen, hoor. Nee, absoluut niet. Dit is een gekhuis. Wat een actie vandaag. Ongelooflijk. Een baars tussen de bedrijven door en dan nog zo'n snoek op een voren. Veel mooier wordt het. Nee. We hadden best een flinke voren voor zo'n klein snoekie. Maar hij heeft ook honger, want het is vrij mager. Ja? Zeker. Helemaal afgepaaid. Zo'n beetje het einde van de dag, dames en heren. Maar wat een fantastische dag. Bedankt, maestro. Want het was ongekend. Wat een aantallen. Het ging lekker, ja. Heel bijzonder, zeker dat kleine chefje. Ja, dat was absoluut het aasje van de dag. Ja. 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 Nou, we hebben het onwijs aan zin gehad. Bo ook, die heeft mooie vis gevangen. Ik één, maar ik ben er heel erg blij mee. Ben je nu een dag met Tom op pad? Ga naar de website van UFX, Ultimate Fishing Experience. En dan ga je ook zo'n waanzinnige dag beleven. Ik zou zeggen, tot later amigo's. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot later.